En deze week bij Poys, wat maak je menu? Verse vis. Kabeljauw met wokgarnalen. En voor dit prachtige menu heb je de volgende ingrediënten nodig. Verse kabeljauw. Daar komen wokgarnalen bij. Met tomaatjes van de grill. Gekookte krielaardappeltjes. Verse spinazie. En die maken we à la crème met room. Het zeezout gebruiken we voor de croutons en de tomaten. En cassinobrood voor de croutons. Olijfolie voor de tomaatjes. En we drinken erbij een droge sauvignonwijn. We beginnen met het koken van de krielaardappeltjes in de pan. Dan komt er een klein beetje water op, een bodempje hoor. Een snufje zout. Zo, en dan laat je het koken en dan zijn ze heel snel klaar. We gaan de tomaatjes grillen. Eventjes het kroontje eraf. Zo. En dan ga je ze even inkruisen. Dus even bovenin een kruis, een beetje dieper dan gewoon. Dan pak je even het puntje van het mes en dan ga je de binnenkant van die tomaat even een klein beetje openvouwen. Zo. Zodat het een klein beetje open staat. Dan pakken we de olijfolie en die gieten we in die tomaat. Het mag een klein beetje uitlopen, dat is niet erg. Zo. En grof zeezout. Voorzichtig natuurlijk, maar zo, dan doen we daar een klein beetje zeezout in. Zo, strooi er overheen. Dan komen we met peper. Een klein beetje peper eroverheen. Zo, de tomaatjes gaan 10 minuten in de oven op 180 graden. Croutons. Die gaan we maken van casinobrood. Je kan natuurlijk ook twee tegelijk doen. En dan gaan we die in blokjes snijden. En proberen mooi gelijke blokjes te krijgen. Zo. Olijfolie in de pan. Royaal hoor, want het brood dat neemt al die olie op. Even op hoog vuur. Zo, even één stukje erin. Kijk, die bakt. Dan doe je ze er allemaal zo in. En dan gaan we ze mooi krokant bruin bakken. Om en om. En je ziet gewoon dat die olie helemaal opgenomen is door het brood. Zo. En dan doen we de croutonnetjes in het schaaltje. Kijk, wat knapperig. Vuur uit. En dan pakken we een klein beetje zeezout. Dat strooien we zo over die croutonnetjes heen. En dan net als frietjes, zeg maar, zo een beetje doorhusselen. Dan heb je gewoon een heerlijke, lekkere croutonnetjes. De kabeljauw. Nou, om te beginnen, je moet weinig boter gebruiken. In een hete pan, dus het vuur omhoog. Dan doen we zout en peper. Op de garnalen. En op de vis. Niet te veel peper, hoor, een klein beetje. Zo. En dan pak je de vis. En die leg je er zo in. En dan schroei je mooi dicht. En nou is het de kunst. Als je het nou rustig laat bakken, zie je dat aan de zijkantjes wordt het een beetje wit. Als dat begint, dan draai je de vis om. Bak je de andere kant. Heel klein beetje. En dan gelijk uit de pan. Dat is de beste manier. Zo. Pak vast even het schaaltje erbij. En voorzichtig omdraaien. Even een spatel pakken. En eronder steken. En dan één keer omdraaien. Zo. Kijk. En klaar. Kijk eens, dan is hij heel mooi stevig. Niks meer aan doen. In diezelfde boter gaan we de garnaaltjes ook eventjes om en om aanbakken. Dus nu zijn ze klaar. En je legt gewoon eventjes op het plaatje zo bij de vis. Spinazie, die gaan we wokken. Dat is een tere bladgroente. En daar gaan we in vloeibare boter gaan we dat wokken. Dus als die heet is, dan gaat hij in één keer in de pan. Zo. Het gaat snel hoor. Niet op de weg lopen. Kijk. En dan pakken we de room. En dan gieten we de room eroverheen.
Kijk, en dan maken we hem à la crème. Klein beetje zout erop. En peper. En om en om husselen. Even dat die room lekker door die spinazie zit. Oh, heerlijk hoor. Fantastisch. À la crème. En klaar. We gaan het gerecht afmaken. De vis uit de oven. Zo. Tomaatjes erbij. Kijk eens even. Prachtig mooi. Dan gaan we eerst de spinazie op het bord doen. Op het voorverwarmde bord. Anders koelt het allemaal te snel af. Dan komt daar de kabeljauw bovenop. Dan leggen we een paar croutonnetjes. Zo, daarvoor. Lekker knapperig. De wokgarnaaltjes. Dan komt het mooie tomaatje middenop. En we garneren nog met een paar gekookte aardappeltjes. De gezonde apotheek deze week. Heerlijke kabeljauwfilet met spinazie à la crème, knapperige croutons, wokgarnalen en zo'n heerlijk gegrild tomaatje met kleine krielaardappeltjes. En wat is er dan lekkerder dan een droog glas souvenir erbij? Lekker eten.